Manon Kamminga. Valpartij achter de rug, maar er viel wel nog wat te halen. De blonde Friesin had het vaste idee om niet zonder prijs Heerlen te gaan verlaten. Ze weet van zichzelf wat ze kan en op de 1000 meter ging het daarom ook alle registers open. Moet wel vermeld worden dat de hulp van teammaatje Bianca Rozenboom aan de basis van het succes lag. Heel slim, heel mooi. Manon Kamminga, ja, je moet er zich achter komen. Ik dat is een meter op 7,5 minuten. Duitsland, die is nog niet echt aansluiting. Dat is Keten, Janne Keten. Manon Kamminga, moet het gaan aankomen. Keten, 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 zien we daar op het hoogste. Mooi, mooi, mooi wat we hier weer gezien hebben. Manon Kamminga, gefeliciteerd met je gouden plak op de 1000 meter. Dankjewel. Mooie race. Bianca die trok hem voor je aan en je maakte het fantastisch af. Ja, Bianca trok hem perfect aan. Ze dook hem naar de bocht naar binnen en ik kon daar langs aan de buitenkant. En toen sloot ze direct het gat naar de andere toe. Dus toen pakte ik direct een gat en anders was het een hele andere wedstrijd nog geworden. Ik heb het idee dat Kamminga nu los is. De eerste paar wedstrijden was je een beetje gespannen volgens mij. Ja, nee, weet je, het was van tevoren, het was zo groot gemaakt en ja, ik had zelf ook wel heel veel vertrouwen erin. En toen ging de eerste afstand, de afvalkoers, die was toch echt heel anders dan we verwachten. Er was veel duwen en Maris viel en Elm voelde zich niet helemaal lekker. En het foutje moet kunnen, maar dat mag geen twee keer gebeuren. Dus vandaag vol geconcentreerd op de 1000 meter. En Bianca en ik allebei naar die finale en toen vroeg Des ons van wat willen jullie dames, willen jullie... voor het podium rijden, allebei voor het podium rijden, of want dat kunnen we allebei, of willen jullie samen voor het goud gaan? En toen was dat natuurlijk voor goud gaan en dat het dan ook nog lukt, dat zeggen we wel.